nieuwe jaar. Maker van Bambi overleden. En het moet veiliger in 2007. Goedenavond allemaal, hier zijn we met een nieuwe aflevering in het nieuwe jaar 2017. Vandaag is het 3 januari 2017. Het nieuwe jaar is nu al 3 dagen oud. Wat hebben we allemaal gehad? Baby's zijn geboren, sommigen hebben hun jaardag al gevierd en jij? Jij geniet nog lekker van de vakantie. Helaas zijn er tijdens Oruyari ook minder leuke dingen gebeurd. Bij het Oruyari feestje in de binnenstad van Paramaribo is jammer genoeg een vrouw overleden. Er waren hulpverleners die van alles hebben geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar het mocht niet baten. Bij de spoedeisende hulp kwamen er 3 personen met schotverwondingen binnen die geen idee hadden waar en wie geschoten had. Bij een van de gevallen gaat het om een vrouw die op haar balken zat en plotseling geraakt werd in haar been. Het SEH-personeel had zijn handen vol de afgelopen dagen, want behalve de gebruikelijke gevallen waren er ook vuurwerkslachtoffers. Het jongste slachtoffer is een meisje van 3 jaar en de oudste een 38-jarige man. De helft van de slachtoffers is niet ouder dan 13 jaar. Bij een aantal slachtoffers moest er zelf een operatie plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij 2 kinderen van 13 bij wie het vuurwerk in hun handen afging. Ook hebben we het jaar 2016 afgesloten met 75 verkeersdoden. Dat zijn 16 dodelijke slachtoffers meer dan 2015. Maar het is alweer een nieuw jaar en voor velen betekent het niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken. En dat geldt ook voor onze regering. Nieuwe jaar, nieuwe doelen. President Bouterse heeft in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat hij harder zal optreden tegen corruptie. Daarmee bedoelt hij dat hij goed gaat opletten dat alle zaken op de verschillende ministeries op een eerlijke manier verlopen. In zijn toespraak geeft president Bouterse aan dat hij niet zal toestaan dat IMF regels plaatst dat het niet meer prettig leven zal zijn in Suriname. Hij zal kiezen voor oplossingen die goed zijn voor het volk. President Bouterse geeft tenslotte aan dat er in 2017 grote veranderingen zullen plaatsvinden en daarop moet iedereen voorbereid zijn. Welke veranderingen die zullen zijn, dat moeten we allemaal nog zien. De buschauffeurs die zijn aangesloten bij de particuliere lijnbushoudersorganisatie, PLO, vinden het heel erg dat ze nog steeds niet zijn uitbetaald. Ze hebben vandaag vergaderd over hun ontevredenheid en welke stappen ze zullen nemen als zij hun geld deze week niet krijgen. De particuliere bussen rijden iedere dag hun vaste route, bijvoorbeeld van de binnenstad naar Geiersvliet, Tourtonne, Latour of Kasaba-Olo. Degenen die geen fiets, bromfiets of auto hebben, zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Daar komen de NVB en PLO-bussen in. Wanneer de NVB-bussen klaar zijn met hun dienst voor de dag, rijden de PLO-bussen nog door, soms tot diep in de vroege ochtend. Maar de PLO-bushouders dreigen nu met een staking als zij hun geld van de afgelopen 6 maanden niet gauw krijgen van de regering. We hebben 6 maanden niks gehad. Er was beloofd voor 15 december. U ziet, we hebben rekening gehouden met alles. Maar op een gegeven moment raakt je geduld op. En u ziet, we hebben alleen de contactmannen hier opgeroepen. Zij zorgen ervoor dat alle bushouders de informatie krijgen wat wij hier hebben doorgegeven. En zodat iedereen, we kunnen niet iedereen hier accommoderen, dus vandaar dat die contactmannen hun werk gaan doen. Dus zij gaan aan alle bushouders vertellen die op het traject zijn. Dus elk contactman heeft een eigen traject. En daar gaan ze vertellen hoe de zaak in elkaar zit. Bij de PLO-bushouders gaat het niet alleen om het geld dat ze moeten krijgen, maar ook om de verhoging van de bustarieven. Doordat de prijzen in de winkel steeds omhoog gaan en nu ook brandstof is verhoogd, komen de bushouders niet meer uit met hun salaris. Alleen maar achteruit gaan. Hele gezin wordt ook verwaarloosd. Alleen maar problemen, problemen man. Gaat helemaal niet meer goed. Je kan je bus niet onderhouden en je hebt nog je gezin hoe het werkt nu. Dus je vrouw moet gaan werken nu. Ja, vroeger was het niet zo. De prijzen worden steeds een klein beetje aangepast. Maar elke aanpassing is voor ons ook onkosten erbij. Dus vandaar dat wij, dus het gaat niet alleen om de dieselprijs, maar alles wat eromheen is. Dus vandaar dat wij dus ook een ultimatum, want wij wisten al van tevoren dat na 31 december de koers omhoog gaat schieten en wij kunnen niet blijven rijden voor zo'n tarief.
Als de PLO-bushouders uiterlijk donderdag hun geld niet ontvangen, zullen ze maatregelen treffen. Het is nu afwachten. Cristiano Ronaldo weigert 300 miljoen euro. En tekenaar van animatiefilm Bambi is overleden. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. Bambi, die kennen jullie toch nog wel? Het hertje van Disney. De persoon die hem heeft getekend, Tyrus Wong, is overleden. Bambi is een animatiefiguur. Dat wil zeggen dat zij is getekend. Vroeger werd dat op de hand gedaan. Verschillende tekeningen werden gemaakt en snel achter elkaar vertoond waarop de tekening gaat leven. Nu, met de moderne technologie, wordt het getekend op de computer. Dit hert heeft de hoofdrol in de gelijknamige film Bambi 1 en Bambi 2. De maker van Bambi werd 106 jaar oud. Topvoetballer Cristiano Ronaldo heeft 300 miljoen euro geweigerd van een Chinees voetbalploeg. Als hij dit bod had aangenomen, dan zou hij deze 300 miljoen euro in één keer op zijn bankrekening krijgen en iedere jaar nog een salaris van 100 miljoen. Dat is superveel geld. Maar Ronaldo heeft nee gezegd tegen het aanbod. Zijn manager zegt, geld is niet alles. Real Madrid is zijn leven. Cristiano is blij en tevreden bij Real Madrid en wil niet naar China. Afgelopen maanden zijn verschillende voetballers voor veel geld naar China vertrokken. Onder andere Carlos Tevez, Oscar en Graciano Pelé spelen sinds dit jaar in Azië. Ze verdienen allemaal een paar honderdduizend euro per week. Met zoveel geld kan je bijvoorbeeld elke week een ander huis kopen. Voorlopig zullen we Cristiano Ronaldo nog gewoon zien spelen voor het Spaanse team Real Madrid. En wil je weten hoeveel die 300 miljoen euro in SRD is? 2 met 9 nullen erachter. 2 miljard SRD. Slechte wegen, onoverzichtelijkheid en vaak te hard en roekeloos rijden zijn oorzaak van verkeersongelukken. Het verkeer in ons land ziet er dan ook niet altijd even veilig uit. En sommigen vinden zelf dat het een chaos is. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en er komen dan ook helaas elk jaar veel te veel mensen te overlijden in het verkeer. Zo zijn we dit jaar pas 3 dagen onderweg, maar de eerste verkeersdode is vanochtend al gevallen. En dat moet stoppen, vinden vele mensen. Onze rubriek Voornemens 2017 starten we dan ook met de verkeersveiligheid. In 2015 vielen er 69 doden door ongevallen in het verkeer, terwijl er in 2016 75 verkeersdoden vielen. Er vielen dus in 2016 6 meer doden door ongevallen dan in 2015. Daar moet haast de reden voor zijn. Hoe kan dat? Ik denk dat het meer komt doordat mensen onverantwoordelijk gedrag in het verkeer. En ik zelf maak ook gebruik van de wegen bijna elke dag. En ik zie hoe die mensen rijden. Het maakt niet uit wat voor leeftijdscategorie ze hebben. Maar ik vind ze toch echt onverantwoordelijk gedrag in het verkeer. Ja, dus meestal wordt er geen rekening gehouden met de bromfietsers. Men denkt altijd aan zichzelf. Terwijl je ook aan de bromfietsers en de fietsers en de voetgangers moet denken. Zowel de autobestuurders als de bromfietsers moeten beide goed opletten in het verkeer. Want soms zijn het de autobestuurders, maar soms zijn het ook de bromfietsers die denken van zij hebben overal voorrang. Terwijl ja, dat niet het geval is. Ik voel me niet altijd veilig wanneer ik de bus neem. Omdat de buschauffeurs zelf ook hard rijden. Niet allemaal, maar wanneer ze misschien zien dat er verkeer komt. Dat ze toch proberen om snel te gaan en ik vind dat niet zo leuk. Ik vind dat je gewoon de verkeersregels moet houden. Als je hard gaat rijden, dan speel je eigenlijk met je leven. Dat vind ik hoor. Dus het ligt eigenlijk aan jezelf. In Suriname fietsen er niet zoveel mensen. We gaan liever met de bus of auto. Dat zou te maken kunnen hebben met de onveiligheid die bromfietsen en fietsen met zich meebrengt. Het grotendeel dat komt te overlijden in het verkeer zijn dan ook bromfietsers en fietsers.
Het moet veiliger in dit nieuwe jaar, maar hoe doen we dat dan? Ten eerste, ze moeten een rijbewijs eisen. Ja, ook voor bromfietsers, voor een rijbewijs gaan. ID-kaart helpt niet. Dat er misschien toch meer fietspaden moeten komen en ja, dat ze minder hard gaan rijden. Ze zijn zo gevaarlijk bezig. Ik vind het erg hier, vooral voor die jongeren. Ja, heel erg hoor. Dus daaraan moeten die mensen eerst gaan werken, aan hun rijgedrag. Het belangrijkste is dat we met z'n allen goed uitkijken wat er om ons heen gebeurt. En natuurlijk goed op elkaar letten. Altijd twee keer kijken bij het oversteken, als het kan bij de zebrapaden. En verleen voorrang, ook al heb jij voorrang. Zo kunnen we de kans op gevaarlijke situaties verminderen. Want de ongeluk schuilt echt in een klein hoekje. Je weet dus wat je te doen staat in 2017. Stay safe. Dat was het vanavond. Wel te rusten en tot morgen. Doei!